Ja, er is de afgelopen weken veel gebeurd. Wisselingen van de wacht, blessures. Ja, dat is nu inherent aan het voetballen, dat je daar rekening mee moet houden. Ja, okay. We gaan morgen proberen zo goed mogelijk voor de dag te komen. En er zijn inderdaad wel wat wisselingen spelers bijgekomen. Een aantal spelers die nog wat competitieritme nodig hebben, trainingsarbeid nodig hebben om eventueel in de competitie te gaan spelen. Maar ja, het seizoen is 38 wedstrijden, dus je hebt nog wel wat tijd om bepaalde spelers de kans te geven om topfit te gaan. Maar heb je dan voldoende stof vrijdagavond in Kerkrade om het de ploeg mogelijk of moeilijk te maken? Hè? Want ja, ook zij hebben het toch wel een redelijke versterking toe kunnen voegen. Ja, er waait een nieuwe wind bij Roda. Hè. Een nieuwe staf, een nieuwe hoofdcoach. Toch met name heel veel spelers gehaald met de nodige power, lengte. Dus ik denk dat dat ook... Het Roda was vanuit mijn tijd. Hè. Jongens met lengte heel veel arbeid, energie leveren en tot resultaten proberen te komen. En ik denk dat ze dat nu terug een beetje beogen om daar terug naartoe te gaan. We zaten zojuist op de tribune te kijken, deze laatste training voor de wedstrijd tegen Roda JC. Je kunt wel zien, je bent wel afgetraind, want zojuist in dat partijvormpje kom je nog vaak eigenlijk eroverheen. Is dat zo, ja? Ja, nou kijk, ik heb natuurlijk wel een tijd niet echt met een groep getraind. Dus dat gaan we ook, hebben we ook afspraken met de medische staf en met de trainer hebben we dat besproken om het op te bouwen. Alleen, ja, ik heb wel voor mezelf getraind natuurlijk, dus ik heb wel een bepaalde fitheid. Maar ik denk dat toch de jongens die al de hele voorbereiding meedraaien, dat die wel iets voorsprong hebben op ik. Wanneer hoop jij eigenlijk speelgerechtigd, speelwaardig te zijn? Wanneer kan Bob Peters en Adrie Bogers van jou gebruik maken? In principe ga ik vrijdag wel mee met de groep. En in geval van nood, hè, want er is ook wel een beetje nood op dit moment, kunnen ze gebruik van mij maken. Maar dat zal sowieso niet meer dan een half uur zijn, denk ik. En dan blijf je gewoon het weekend in Helmond en reis je daarna terug? Ja, nee, ik blijf dan hier het weekend en En dan zaterdag trainen en dan zijn we zondag vaak vrij. Dus, Wat verwacht jij van dit seizoen? Ik verwacht dus dat we met Helmond best wel wat... ik ben hier nu een paar dagen. Dus het is misschien ook niet heel makkelijk om te zeggen wat ik van de groep kan verwachten. Maar wat ik zie en wat ik nu zelf meemaak, is het wel echt best wel wat talentvolle jongens. Misschien ook wat jonge jongens. Maar ik denk dat we daar echt wel wat leuks van kunnen maken. En dat was groep zijn. Als we een beetje dezelfde ideeën krijgen, dezelfde belangen en dat we dan echt wel leuke dingen kunnen doen.